De echo van Elisabeth. Een zware novemberstorm tijst de dijken van de Grote Waard. Lang houden ze stand, maar uiteindelijk breken ze en krijgt het water vrij spel. Het is 19 november 1421, de naamdag van Sint Elisabeth. Na die nacht verandert een rijk landbouwgebied in een binnenzee met een lappendeken aan eilandjes. Wat hier gebeurd is, is dat het hele gebied tot in de 16e eeuw gewoon onder water heeft gestaan. Een soort gorzig gebied. Geen zee, geen binnenzee. Dat moet je allemaal echt heel anders zien. Een vrij rustig gebied, maar wel met water. En eb en vloed. En afzetting van klei en zand. En dat betekent dat dus die dorpjes die daar lagen, ja, die liggen dus nu ongeveer 2 meter onder het maaiveld. En daar zien we met het blote oog eigenlijk helemaal niets meer van. 600 jaar later is het grootste deel natuurgebied. De rest is ingepolderd. Een van die polders is Nieuw Bonaventura, op steenworp afstand van Strijen, een dorp in de Hoekse Waard. Archeoloog Jeroen Ras vertelt over de schatten die hier in de bodem liggen. Misschien is het leuk om heel even terug te gaan naar 1940. Ik heb hier een boekje dat heet Het Vrije Strijen, geschreven door meneer De Groot in de jaren 20. En daar staat in dat bij het verbeteren van enige watergangen in de buurt van de Lange Dam in Nieuw Bonaventura werd omstreeks 1940 een gehele verzameling doodkisten ontdekt. De mogelijkheid bestaat zeer wel dat dit weden is geweest. En dat is interessant. Want we zijn natuurlijk eigenlijk nu op zoek naar de verdronken dorpen die in 1421 ten onder zijn gegaan. En de twee namen die dan eigenlijk bij heel veel mensen onmiddellijk naar boven komen, dat is Wede of Weda en Broek. Het verhaal is dus dat de twee klokken uit Broek zijn gehaald. Twee 14e-eeuwse kerkklokken, waarvan er eentje in Strijen hangt. Althans, hing. Hij heeft een scheur, dus hij staat tegenwoordig in de hal van het Salvatori. Maar dat is een 14e-eeuwse klok. En er hangt er eentje in Silleshoek. Alleen wat daar weer tegenspreekt, dat is dat volgens mij op de klok staat Wede. Dus ja, waarom zou die dan uit Broek komen? En wat ook gek is, dat is dat Strijen dan in de 15e eeuw, terwijl Strijen toen, nou, dat was daar niet slecht toe voor. En dat was een heel machtige, hele machtige bestuursplaats met een hoog welvaartsniveau. Ja, waarom zij een tweedehands klokken uit de kerk van Wede zouden moeten willen hebben? Dus dat zijn ook dingen dat je denkt, ja, dat is een verhaal dat wordt dan altijd verteld. En hou me ten goede, het kan ook gewoon waar zijn, hè? Maar het is altijd heel erg goed om je ook af te vragen van, maar kan het ook niet anders zijn? Inmiddels heeft ook Chris van Ballengooien zich bij ons gevoegd. Hij is van het museum Het Oude Land van Strijen en samen gaan we naar het kerkje van Silleshoek. Hoe zou die oude klok na 600 jaar klinken? Maar eerst vertelt koster Peter van Strijen iets over de geschiedenis van zijn kerk. Uit welk jaar is het kerkje? De huidige vorm 1838 en daarvoor heeft er ook al een kerk gestaan. Ze zeggen 1600, want het predikantenbord begint in 1611, dus toen moet er al een kerk geweest zijn. En die was nog groter dan deze, want toen de Keizersdijk is ooit gerenoveerd en toen bij die renovatie kwamen ze oude brokstukken tegen van een vroegere kerk. Dus die heeft meer naar de dijk toe gestaan. Het is in 3 fases gerestaureerd. In 1990 dak en de ramen. En toen in 1995 de toren. Want dat is wel bijzonder dat de toren dus van de kerkelijke gemeente is. En niet zoals meestal van de burgerlijke gemeente. Andere kerktorens in Nederland, bij mijn weten, die zijn toch naar de gemeente gegaan tijdens de Napoleontische tijd. Ik weet niet, toen wisten ze zeker niet van het bestaan van Silleshoek. Dus dan zitten we nog met het raadsel van de toren. Hoe zit dat? Bijna door heel Nederland heen zijn alle torens, die zijn van de burgerlijke gemeente. En de reden daarvoor was, ze moesten altijd vragen aan de kerkbestuur om de klokken te luiden als er iets aan de hand was. En om dat in eigen hand te hebben, hebben ze toen de tijd alle klokken, alle kerktorens, hebben ze voor zichzelf gehouden. Die zijn naar de gemeente toegegaan. Ja. Alleen Silleshoek, ja, het is toch een heel ander verhaal, want die toren van Silleshoek, die zat eigenlijk bovenop het schip van de kerk. En vermoedelijk is dat de reden dat hij bij de kerk hoort. Dat hij nooit naar de burgerlijke gemeente gegaan is. Dus die blijft echt bij de kerkelijke gemeente. Het nadeel daarvan is dat ze hem zelf moeten onderhouden. Nou, het is zelfs bij koninklijk besluit van juni 1823 vastgesteld dat het niet aan de burgerlijke gemeente behoort. Nou, ik ben benieuwd hoe die klinkt.
hoe de Elisabethsvloed klinkt. Nou, dan gaan we eens naar boven. En dan gaan we dat eens even beluisteren. Dit is het uurwerk natuurlijk. Dat, ja. Ik denk dat we dan jullie dan saampjes maar naar boven moeten gaan. Ja, als je die bel wil zien, dan zou je nog een trapje hoger moeten. Gaan we nog een trapje hoger? Het wordt meer een laddertje. Ja, het begon met een mooie trap, maar nu hebben we een laddertje. Het wordt steeds minder hoor. In 1942, toen hebben de Duitsers heel veel klokken weggehaald in de omgeving. En op een gegeven moment hadden ze 330 klokken die naar Duitsland gevoerd moesten worden. Om omgesmolten te worden voor de oorlogsindustrie. Om daar wapentuig van te maken. Want het zijn allemaal bronzen klokken en dat is mooi materiaal voor kanonnen. Maakten ze kanonnen van en dergelijke dingen meer. Maar de schipper van wie de schip was, meneer Van Dijk uit Dordrecht, die had er helemaal geen zin in om voor de Duitsers te gaan varen. Die is niet op een boot gegaan. Toen hebben de Duitsers een andere kapitein op die boot neergezet. En die was eigenlijk niet capabel om te varen. En toen op het IJsselmeer is die gedronken. Heel de boot naar beneden gegaan. Zo. Ja. Dus met klokken al verdronken. Met klokken al, die 330 klokken. Die zaten erin, een hele last natuurlijk. En die zijn beneden gebleven. En na de oorlog hebben ze ze weer naar boven gehaald. En toen zijn ze gekomen naar Strijen toe. Ja. En waar was dat? Het IJsselmeer. Ze zeggen vlakbij Urkers. Nou, precies, dat weet ik ook niet, de locatie meer. Dan hebben ze, en al die klokken hebben ze toen weer eruit gevist? Ja, alle klokken zijn weer teruggekomen naar de oorspronkelijke eigenaars. Dus dat is na de oorlog weer gebeurd natuurlijk. Ja, dus die heeft twee keer het water overleefd? Twee keer een watersnood overleefd. Ja, bijzonder. Ja. Bijzonder verhaal. Ja. Zijn er in de buurt nog andere klokken dat jij weet uit die verzameling van 330? Nee, ik heb hem wel eens meer afgevraagd van die 330. Moeten er natuurlijk, ik neem aan van de andere plaatsen die misschien ook wel weggevoerd zijn, maar daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Nee. Ik weet alleen dat deze klokken wel die reis gemaakt hebben, heen en weer. En dat ze weer bij het oorspronkelijke eigenaar teruggekomen zijn. We staan hier bij één van de twee klokken die de Sint-Elisabethsvloed hebben overleefd. In het gebouw Salvatori in Strijen. Hij staat tentoongesteld en hangt niet in de toren. Dat was op zich al verwonderlijk. Deze is gescheurd en die is in 1982 is die vervangen door een replica die in de Lambertuskerk hangt. Dus dit is gewoon eigenlijk een defecte klok. Voor Lambertus en dan het jaartal, 1388, o glorievolle koning, kom met vrede. Mijn naam is Lambertus. IJsboud Asten repliceerde mij in het jaar 1982. Dat is de maker, hè? Uit het Asten vandaan. Ja, dat is... Je hebt de klok gemaakt. Deze twee klokken, die hebben natuurlijk gigantische reis gemaakt en die hebben van heel veel water gehad. Ze zijn in 1421 in Broek verdronken. En het plaatsje Broek is eigenlijk nooit meer boven water gekomen, maar de klokken uit Broek, die zijn wel gered. Waar ligt het dorpje Broek? Voor het antwoord op die grote vraag gaan we terug naar de polder. Dus ja, wat weten we? We hebben een hele waarschijnlijke locatie van een van die dorpen. Nou, als je dat combineert met die historische bronnen, ja, dan wordt het toch wel behoorlijk aannemelijk dat je hier te maken hebt met het dorpje Wede en niet met het dorpje Broek. Ondanks dat dus die Broekse weg ligt daar. De Broekse weg daar dan weer ligt. En hoe ik dat moet duiden, dat weet ik niet. Dat is lastig. Je moet je sowieso bedenken. Die polder is in 1593, Nieuw Bonaventura, hebben ze die weer ingepolderd. En toen zijn ze natuurlijk pas die wegen gaan aanleggen die wij nu kennen. Ja. En ja, god, ze zullen er misschien werd er met dat Broek weer heel wat anders bedoeld. Misschien was het van de heer C. Van nou, dat weet je gewoon allemaal niet. Nee, misschien heette er iemand Broek. Dat zou, de Romeinse weg in mijn zeer land. Hoe vaak ik daarover bevraagd ben. Van ja, dat is dan toch een Romeinse weg. Ja, dat is een Romeinse weg. Ja, nou nee, er was iemand die heette zo. En daar is die weg ooit naar genoemd. Dus je kunt eigenlijk alle kanten op. Maar het is wel verwarrend. Omdat iedereen natuurlijk... Ja, die meldingen waren bekend. Nou, dan zal dat wel Broek zijn. Heel veel mensen denken dat bij zo'n overstroming... dat er dan een soort gigantische vloedgolf komt. Ja, tsunami zouden we nu zeggen. Nou, ongeveer. En dat zo'n dorp dan in één klap helemaal platgeslagen weg. Iedereen dood en einde verhaal. Maar dat beeld moet toch wel heel erg genuanceerd worden. Wat gebeurde was, het kwam onder water te staan. Mensen raakten hun omliggende land kwijt. Mensen raakten hun woonplaats kwijt. Ze moesten echt weg, want ze konden daar. Dat waren vaak terpdorpjes. Dus dat waren dan dorpjes die bestonden dan uit een aantal opgeworpen heuveltjes waar ze op woonden.
Maar dat ging dan niet meer. Dus ze moesten hun hel elders zoeken. Zoveel mogelijk meenemen, wat ze nog mee konden nemen natuurlijk. Er zijn zelfs wel verhalen bekend dat mensen met bootjes de huizen gingen afbreken. Omdat ja, die bakstenen, dat kon je verkopen. Dat was geld. Dus dat was handig. Wat je daarbij je ook bij moet bedenken, dat is dat Broek. Daar zat een sluizensysteem. En een van de redenen dat die grote waard is onder water komen te staan in 1421... was dat die sluizen de stormvloed niet hebben kunnen keren. Dus die sluizen zijn eruit geknald. En dat dorpje Broek heeft... als we het dan gaan hebben over van God, waar zijn dan slachtoffers gevallen? Dan ga ik ervan uit dat dat geweld bij zo'n dijk met die sluizen die eruit knallen... ja, daar kan ik me wel bij voorstellen dat ik denk dat je dan ook echt slachtoffers krijgt. Alleen de logica, als je zo'n terpdorp hebt, daar kan nooit een sluizensysteem. Dat is nee, ik wou zeggen, er is geen dijk te zien daar. Dus is het eigenlijk heel waarschijnlijk, omdat ook heel de historische bronnen ook wel in de richting van waar nu ongeveer de steenplaats ligt, maar waarschijnlijk is het daar nog wel oostelijk van hoor. Maar in ieder geval, daar heb je nog een gedeelte van die oude 13e eeuwse waarddijk. En ja, dan ga je toch denken van, ja god, als je dan moet kiezen, dan denk ik dat het voor de hand ligt dat je dan Broek veel eerder daar positioneert dan bij ons prachtige terpachtige dorp. Welke vreselijke rampen treffen u, o Nederland? Zo klinkt het begin van een lied over de Sint-Elisabethsvloed. Het staat in de bundel Vaderlandse Gezangen voor de Nederlandse Jeugd. Een liedbundel uit 1786 van Frans van Aken, schoolmeester te Leiden. Welke vreselijke rampen treffen u, o Nederland? Kamst of stad, pas in uw opkomst, zit men door een schrik. Vreselijken vloed, aangevoerd door felle stormen, door Dordrechtstreken zuchtend doet. Kerk en raad van vele huizen, van uw bloeiend Amsterdam, liggen heen en al verslonden. Sterke storm uit het noordwesten joeg het water tegen de dijken met zulk een geweld dat de ganse Zuid-Hollandse waard onderliep en wel 72 dorpen verdronken, van welke meer dan 20 onder den vloed begraven bleven, omdat de binnenlandse beroerten niet toelieten deze schone landouwen geheel te beversen. Een groot getal mensen verloor er het leven bij en de schade was zo groot dat vele voorname en zelfs adellijke lieden hun brood of buitenslands zoeken of hier bedelen moesten. Men zegt dat de stad Dordrecht met het stuk lands waarop ze staat toen van het vasteland van Zuid-Holland afgerukt geworden is. Het is een van de rampliederen uit het repertoire van Camerata Traiectina, een ensemble dat Nederlandse muziek uit de geschiedenis weer tot leven brengt. Nico van der Meel is een van de vier vaste muzikanten.
Het is een lied dat gaat over het jaar 1421. En dat staat in die tijd kennelijk te boek als een heel groot rampjaar. En voor het eerst is dat. Want dan is er niet alleen de Sint-Elisabethsvloed, maar ook een hele grote brand in Amsterdam. Die begint bij de Nieuwe Kerk en die de hele Kalverstraat doortrekt. En alle gebouwen zo ongeveer vernietigt. Die melodie, ja, dat is een liedje uit die tijd. Ik heb reden om te klagen. Is dat oorspronkelijke liedje. En men zal ongetwijfeld die melodie gekend hebben. Het lied over de Elisabethsvloed staat op Treur Nederland, rampliederen door de eeuwen heen. Een cd met liederen die hoogleraar Lotte Jensen verzamelde tijdens haar onderzoek over verwerking van rampen in de volkscultuur. Er staat zelfs een lied over corona op de cd. Zij onderzoekt dus met een groep hoe het in de kunsten gebeurd is, in de literatuur. Zij komt zelf uit de literatuurhoek. En daarbij viel op dat er ook liederen waren. En ja, als er nou liederen zijn, ja, dan is het toch ook wel verstandig om ze niet alleen maar qua tekst te lezen, maar ook tot klinken te brengen. Het eerste lied stamt zo uit het begin van de 17e eeuw. En dan heb je natuurlijk een heel ander instrumentarium dan 1953 bijvoorbeeld, waar we ook twee liederen over zingen. En we hebben zelfs ook opdracht gegeven tot het schrijven van een stuk over de corona, wat mensen daarin in beleven. Nou, een tekst van Esther Naomi Perquin, de voormalig dichteres van Des Vaderlands. En muziek van Willem Wander van Nieuwkerk. Het is gek genoeg met het oude instrumentarium, dus met bokfluit, een echte oude harp, luid en gamba. Nou ja, het is heel bijzonder nummer geworden. Na 600 jaar heeft de bodem nog niet veel prijs gegeven over de geschiedenis van de Elisabethsvloed. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor de archeologen. Nou, misschien dat er mensen zijn die denken van joh, zouden we daar niet eens wat mee moeten doen? Zouden we het niet zichtbaar moeten maken? Zouden we het niet op de kaart, letterlijk op de kaart moeten zetten? Waar zou je dan beginnen? Ja, dan zou je toch wel zo'n cluster met van die witte bolletjes. Daar zou je dan eens een mooie proefsleuvengrid opzetten. En zeggen van joh, laten we nou eerst gaan kijken wat hebben we nou eigenlijk echt. Zolang we niet weten dat het er zit, is het heel kwetsbaar. Dus waar ik voor zou willen pleiten is van maak het op de een of andere manier zichtbaar. Maak het beleefbaar. Zorg ervoor dat het een stuk veiliger wordt. Dat niet ineens iemand daar een hele grote sloot dwars doorheen graaft. Zonder dat hij, ook niet met kwade bedoelingen hoor, maar dat soort dingen gebeuren gewoon. Hè? Dat moet je zien te voorkomen. Maar wees nou eens een keer, wees trots op je verleden. Doe er wat mee. Draag het uit. Je hebt echt goud in handen.